allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe kan jij jouw watchtime, je kijktijd, checken op jouw YouTube kanaal? Ik leg het je uit. De voorwaarden op dat jouw YouTube kanaal in aanmerking komt om gemonetized te worden, is als eerste. 1000 subscribers hebben. Dat lukt de meeste kanalen, ik zit nog maar in de helft, maar watch out, here I come. Ten tweede, 4000 uur, 240.000 minuten watchtime over een geheel jaar, over 365 dagen. Dat lijkt veel. Dat wil zeggen, 650 minuten moet er elke dag gekeken worden op jouw YouTube kanaal. Nu, als je 1000 subscribers hebt en elke subscriber kijkt 40 seconden, dan heb je 650 minuten elke dag op jouw YouTube kanaal. Dat is haalbaar. Er is sinds kort nog een derde voorwaarde. Sinds november 2018. Dat is de term duplication. Wat wil dat zeggen? Als je YouTube kanaal veel beelden hergebruikt van andere YouTube kanalen of van tv, maakt niet uit. En je hebt geen added value, geen meerwaarde. Bijvoorbeeld extra info, een extra verhaal, educatieve info of speciale editing skills. Dan komt jouw YouTube kanaal waarschijnlijk niet in aanmerking voor monetizing. Ook al heb je 1000 subscribers en 240.000 minuten watchtime. Hoe check je nu de watchtime, de kijktijd op jouw YouTube kanaal? Er is één voorwaarde, je moet ingelogd zijn op Google en op YouTube. Deze hebben dezelfde username en paswoord. Anders gaat het niet werken. Ben je ingelogd? Oké. Je gaat natuurlijk naar de YouTube website. Je klikt hier op mijn kanaal. Dan komt jouw YouTube kanaal tevoorschijn. Dan ga je naar je YouTube avatar rechtsboven. Daar klik je op. En hier zie je Creator Studio. Daar klik je ook op. En je bent nu in het dashboard van jouw Creator Studio. Hier zie jij jouw aantal abonnees. Dat weet waarschijnlijk iedereen. Maar hoe check je nu je watchtime? Wel, hier zie je Analytics. Daar ga je naartoe. Hier zie je al een grafiek kijktijd. Daar klik je op. Dan is de grafiek wat groter. Deze selectie moet op afgelopen 365 dagen staan. Dan zie je de watchtime die je hebt over 365 dagen. Als dit niet zo is, dan ga je naar hier. Hier zie je een selectie en dit moet op afgelopen 365 dagen staan. Deze kijktijd moet meer dan 4000 uren hebben. Ik heb dus 2711, ik heb dus nog wat te gaan. Nu ik toch bezig ben, scroll wat naar onder. Hier zie je alle video's die zeer goed gaan. Dus kijktijd en uren. Als je dus video's maakt, dit is een tip. Als je dus video's maakt over deze topics, dan krijg je meer views in theorie. Dit is een tip om meer views te krijgen, maar ik ben geen fan van die tip. Ik ben een fan van de tip, maak filmpjes die jij graag maakt. Dat geeft veel meer voldoening. Met selectie geografie zie je uit welke landen jouw views komen. Hier zie ik dat 51% van mijn kijktijduren uit Nederland komen. Dankjewel Nederland. Dankjewel aan mijn Nederlandse kijkers. Natuurlijk ook dankjewel aan mijn Belgische kijkers, want deze zijn goed voor 30% van mijn uren. Dus 30% van 2700 uren zijn nog altijd 800 uren. Dat wil zeggen dat de Belgen meer dan 2 uur per dag alleen al naar mijn YouTube kanaal kijken. Dankjewel. Ik ga de watchtime ook eens bekijken in de beta-versie van Studio, van Creator Studio. Daar klik je op. Je klikt op kanaalcijfers. En hier zie je al een grafiek van kijktijdminuten. Deze staat op afgelopen 28 dagen. Wij willen van 365 dagen hebben. Dan selecteren we afgelopen 365 dagen. En hier krijg je dus de grafiek van de afgelopen 365 dagen. Kijktijdminuten
dit is in minuten en niet in uren, 162.000, bijna 163.000 minuten. Het aantal weergaven. En hier zie je ook het aantal abonnees die erbij gekomen zijn in die afgelopen 365 dagen. Hier staat nog een opbrengst. Dit is van januari en februari 2018, toen ik nog niet gedemonetized was. Dus ik heb nu geen opbrengst. Had dit filmpje een meerwaarde voor jou? Een added value? Geef me dan een dikke duim omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. Vergeet ook het belletje niet aan te zetten. Deel het filmpje met je vrienden. En zet ook een commentaartje onder dit filmpje. Dag!